Nou, doe de teams even, Robin, alvast. Wat zeg je? Doe de teams alvast. Ja, rustig. Ik zit nog even ja, jongen, kijken, je bent toch zo snel. Oh, ik word toch zo knettergek van jou, hè? Dus, nieuwe uitbreiding van Age of Empires 2, de African Kingdoms. Kingdoms? Ja. En wie is de enige met een African... Ja, jij. Ja, je hebt toch Afrikaans bloed in jou? Oh ja. Oh ja, maar ik kan wel zien mijn huidskleur. Zo'n boer. Oei, goeiedag. Ja, ik ben een Afrikaan, ja. Na technical difficulties. Hey. Yay, hey. We zijn er allemaal. Hey, ik heb maar één vrouw, okay. Okay. Even kijken. Ik bouw, ik ben hier. Ah, oh, nice. Ik ben daar dichtbij. Met mijn koning. Af. Wie is dit dan? Mijn koning is helemaal aan de andere kant van het land. Ja, al mijn werk staan. Ik zit hier zo. Oh. Nou. Nou, dat is niet zo mooi, hè? Ik loop wel even naar jou toe, Robin. Nou, ik loop even naar jou toe. Yes, anders kom jij even hier ook weer. Ik ben het even kwijt. Hier. Oh, wauw. Nou. Ja, het is even lopen, maar dan heb je ook wat. Hey, Robin. Heb je mijn koning al? Oh, hi. Kill it. Gaat hij met schapen stelen? Hey! Son of a bitch! Kom terug met die dingen. Ze zijn misschien wel liever bij mij. Stefan! Stefan! Kom terug met die schapen! Fuck. Schapen stelen. Ik heb helemaal geen schapen. Ik weet je houdt van schapen, ik weet je bent een schaap, maar nee, dit zijn mijn schapen. Oh, flip. Ik heb je nog gedacht. Wat een vent. Oeps. Welke moeilijkheidsgraad heb je zo eigenlijk gedaan? Gemiddeld? Oh, oké. Okay. Ik ga wel even door het kamp van de, kamp van de Portugezen met mijn koning. Hij loopt wel super snel. Dus. Ja, joh, whatever you want, whatever floats your board, hey. Hey. Oh, kak. Tjuzwan, de koning is er al binnen. Ja, waar man, de koning ah, is er ook bijna. Oh, Stefan, je kan je koning ook alvast even in mijn town center doen als je niet erg vindt. Nee, maar wat zal er gebeuren als jij ineens een vijand wordt? Wat zal er gebeuren met mijn koning? Of als ik ineens een vijand word, wat gebeurt er dan? Hé, hey, rode schaap. Afblijven. Dankjewel. Nee, mijn schaapskes. Dat is in mijn schaap. Minst origineel. Dang it. Hey, al mijn schapen. Doe je nog wat toe? Ik ga mijn schapen halen. We have arrived, I believe. Ik zit nu gewoon met mijn koning te exploren. Te exploren. Hij gaat wel lekker snel, hè. Volk. Waar zijn die schapen nou, jongens? Ik had hier net 4 schapen. Stefan. Nee, oh, ik was er niet. Ik zweer je. Schaapsteler. Waar ben jij nu, Jesse? Ja, als het goed is, ben ik net aangekomen. Bij je schapen, wat dan? En ik heb een hele kudde meegenomen, ja. En ik sta nou even in de zet ze maar hier zo neer, daar. Wat? Die schapen, ja. Die schapen. Ik heb nog een goede opslag voor. Ah, daar zijn we schapen. Hallo. Son of a bitch. Ik zal hier mijn basis opzetten. Gezellig. Ja, doe maar. Bij het water. Ik kan mijn schapen terug, Jesse. Die heb ik je kilometers vandaan weggehaald. Klootzak. Ik ga mijn koning ja, dat toch nou, niet vooruit. Weg. Oh, allemaal makkers. Makkers. Allemaal makkers. Ja, nu heb ik dus helemaal geen plek om... plek meer. Geen voedsel, omdat al mijn schapen gestolen zijn. Huh? Wie heeft je schapen gestolen? Ja, jij en die andere kerel. Ik heb ze allemaal teruggegeven. Jij hebt ze teruggegeven? Ja, alle 3. Nou, er zat rente op. Dus Nou, dat zal ik voor de aardigheid. Ja, je kan het altijd mooi brengen als je niet mee zit, hè. Ja, daar worden mensen bang van. Ja, ik weet het. Dat is de bedoeling. Maar ik heb dus nergens ook nergens geen nee, dat dacht ik al. Ja, dat niet aan. Bos, beste bosjes. Hey, er staan toch wel schapen bij jouw town center. Waar zo. Komen die nou vandaan? Nou,
Ik weet wel waar ze nu heen gaan. Recht naar de slachterij. Slagveld. Oh, serieus? Twee freaking... Om één zwijn te doden zijn twee van mijn freaking werknemers gesneuveld. Onder wat? Hoe zielig is dat? Echt waar. Tijdens wat? Tijdens het killen van een zwijn. Ja, die dingen zijn gevaarlijk. Ja, dat kun je wel zeggen. Ding, ding. Jongen. Levensgevaarlijk. Oei. Ik wist sowieso niet dat je met je handen kon vissen. Zo, ja. Dat is ook nieuw, denk ik. Ja, dat zien wij dus niet, hè? Oh nee, wacht. Dat gooien ze van die netten, toch? Ja. Oh, dat is wel, ja, dat is wel... Ja, maar ik heb dat dus nog nooit gezien. Wat? Nooit gezien dat je met z'n netten vissen? Nee, dat kon. Maar er zit ook bijna geen vis in. 160. Geweldig. 160 vissen, nou. Ja, 160 voet. Is ook bijna niks. Maar nou, als je 150 man in dienst hebt, dan valt er wel mee. Heb je wel mijn visie. Nou ja, voor de algemene informatie, hier zitten de Portugezen. Voor de, zitten de Portugezen? Oh, die zaten al dicht bij mij in de buurt. Niet waar de anderen amai, zitten. Amai. Maar waarom praten we opeens zoals over allee, de Portugezen? Ik weet het gewoon niet. Misschien willen Belgen onder ons. Ik ga gewoon automatisch, hè. Het gaat gewoon automatisch, hè? Dus ja, de Inca's. Het mooie is aan de Inca's. Inca. Die huisjes dus de Inca's. Voor 10 population. Ja, die van ons even kijken. Die van jullie maar 5, dus dat is wel chill. Oh, die van mij 15. Wij kunnen meer bouwen. Oh, nou. Wij kunnen er meer bouwen. RNG was the special little flower. Hey, in fact. Weet je wat ik dan wel weer kan? Of heb? Mijne, ik hoef maar minder hout te betalen voor alles wat ik bouw. Nou, zoals mijn huisjes geweld. Kosten maar 21 goed. Stefan, je bent echt geweldig. Nou, dat zijn we lekker sarcastisch. Welkom bij sarcastisme. Dat is helemaal geen woord. Sarcastisme. Bij sarcastisme. Ah, ik vind tenminste wel dat je origineel bent. Misschien moet een van ons al focussen misschien een beetje op... op manschappen. Manschappen, en, precies. En de muur. Nou, Steven. Ik doe de muur wel. Jij bent altijd goed met de muur. Ja. Toch? Why not? Moet één iemand de hele muur bekostigen dan? Kunnen die nee, gewoon, de grote deels van de muur. Dus eigenlijk moet ik en Jesse dat doen. Ja, af en toe in verschillende lagen. Dat nou ja, dat is niet echt nodig. 3-dubbele lagen. Ja, ik weet niet hoe moeilijk het is. Ja, het is moeilijk. Ja, weet je. Je zoekt het maar uit. Nou, weet je. We gaan het gewoon zien. We gaan het gewoon zien. Ja. Oké. Okay. Maar. Dan kunnen we niet zo even uit die markets halen, of wel? Nou ja, misschien zet ik hem wel heel ver weg. Oeh. Oh ja, dan heb je wel een hele goeie, inderdaad. Die markets zijn eigenlijk nutteloos nu. Zo, als wij de markers gewoon verder aan elkaar zetten. Oh. Oh. Oh, dat is een Stefan. Oké, okay, nevermind. Dat is een Stefan? Oei. Ja, ik zie ik word niet graag Stefan. Een genoemd. Nou, dan heb jij een probleem. Wauw. Kan die nog flauwen, echt waar. Kan wel. Om wat minder zout op doen. Oh! Zo. Die is origineel. Ja, ik weet het. Die natuur, hè. Ik zal eens even wat verkenningsschepen maken. Ah, ga maar even wat verkennen. Ik wist niet dat je hier een banken of een kazerne had, Stefan. Ja, ik wou net zeggen, waarom bouw jij daar een market? Zal ik hem even zo ver mogelijk doen, maar toch een beetje in de buurt is? Ik plaats dus precies daar, omdat ik zo ver mogelijk er vanaf heb, daar bouw ik dus mijn muur. Doet hij hoor. Oh, is even ja, dat zie ik toch niet. Ja, je bouwt hem net toch. Ja, maar toen zag ik jou toch nog niet. Jongen. Ja, nou, even kijken. Wat krijg ik daarvan? 9 goud. Geweldig. Zijn er nog meer Ethiopiërs? Zijn er nog meer Ethiopiërs? Oh, Ethiopiërs? Nee, die zitten zo, alleen Hendri is het toch? Nou, dat wordt nog wat. Die zitten hier helemaal in de noordkust te kapen. Piraten. Oh, nou laten we die even heel snel aanvallen. Ja. Want bij een town center is dat het eerste aan de beurt. Oh, dan kunnen we het rustig aan doen. Nou. Nou. Ja. Hallo. Ja.
Je hebt de gekste dingen tegenwoordig. Zoals twee villagers die daar niks zitten te doen. Ik zou ze, ik zou ze pakken, echt waar. Van waren we vers van de pers? Vers van de pers. Nou, daar hebben we ze al. De eerste speermannen van de Berbers. Waar? Bij mijn center. Ik zal even een muurtje bouwen. Een muurtje met z'n doen. Ik pak hem. Ik ga... Wow, hij doet de moonwalk! Hij deed de moonwalk! Wie? Ja, die speerman. Stefan, intercept die knakker. Wat? Intercept hem. Wie? Met je speermannen. Nee, je loopt de kats voorbij. Dat is je village. Geweldig. Geweldig. Oh, weet je wat ook nog meer best geweldig security is? Defense ever. Nou, wat? Dat Ethiopiërs zitten hier met een basis. Ja. En gewoon, ik kan net in hetzelfde scherm kijken. Oh, wauw. Oké. Okay. Oké, okay, nee, ik val hem zo wel aan. Oké, ik ga hier snel weer weg. Nou, gelukkig zijn het Ethiopiërs. Oh. Technologie. Gelukkig reed ze alleen maar kip. Oh. Oh, joh, joh. Ben je Robin, fijn dat je op mijn plek waar ik eigenlijk al mijn man ga maken, zeg maar, dat je daar in die buurt ook alles bouwt, zeg maar. Waar? Waar? Jongen, ik was hier als eerste. Verre voordat jij begon te bouwen met je man, hè, had ik dit al lang neergezet. Wat waren we? Ja, yes. Yes, hebben jullie bij toeval ook aanvalschepen? Nee. Oh. Nee, ah, nee, ik heb geen aanvalschepen. Ik kan wel wat proberen te maken. Kijk, ik val ze gewoon aan met mijn zwaard, mannen. Pak hem. Pak hem. Pak ze. Oké, okay, terugtrekken. Ja, leuk proberen. Ja, nee, inderdaad. Ik vond het ook wel grappig. We moeten ze gewoon die Ethiopiërs even... Die Ethiopiërs zitten gewoon echt letterlijk daar. Dat is... Die bouwen gewoon dingen naast je bijna. Get off my lawn! Get off my lawn! Oh nee, we moeten wel een Amerikaans accent. Get off my lawn! Is dat Amerikaans als je het gewoon fluistert? Get off my lawn! Hier. Oh shit! Wat is er, Steven? Ik zit in strijd hier omdat ze niet die castle afmaken. Oh. Hij is echt bijna klaar. Ja. Ah, oh, nee! Ja, hij is klaar. Shit. Terugtrekken. Oh, ik ben bijna op tijd. Oh, jongens. Nou, laten we dat zandkasteel maar even de grond in. Zandkasteel. Als die koning dood is, dan is het einde... Verhaal? Dan is het einde raad. Ik zal hem ergens veilig neerzetten. Zal ik eerst een nieuwe... Oh, dat kan hier. Dan is het met een gedaan. Zoals ze dat wel zeggen in het Chinees. Wat? Trouwens, Jesse, jouw koning. Moet je daar niet even iets mee doen of zo? Ik weet niet. Even in veiligheid stellen of zo. Ja, waar dan? Zeg maar wat. Ja, doe anders maar in mijn town center of zo. Hier zet een kasteel. Kan ook. Ah, we moeten iets doen aan die boten, jongen. Ja, dat is niet normaal. Maar, laat die randstad maar even afbranden dan. Ik bedoel, daar kunnen we toch niet bouwen. Die randstad even af. Ik zal een potje bouwen. Oh my goodness. Oh my God. Jongens, dit is niet goed. Well, I quit. Oh shit. shit, heeft iemand goud voor mij? Als jij voor mij voet hebt. Opgegeven. Heb je zelf geen voeten daar? Oei, 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 oei. Oh, grappig. Okay. Ja, ik denk niet dat ze ons heel tactisch hebben opgezet hier. Nee, niet echt. Jullie hadden beter naar mijn perceel kunnen komen. Nee, we hadden beter iets naar die kant kunnen gaan. Nou, we hadden beter... kunnen stoppen. Niet kunnen beginnen. Niet kunnen beginnen. Wat? Oh, oké. Okay. Oranje is weg. Now we're ready. Oh my goodness. Deze fucking olifanten gek. Hoe kunnen die Ethiopiërs... Zoveel ook, hè?
Wat? Die gaan naar zijn schapen. Oh, wow. Oh, ze zitten ook hier. Ze zitten er gewoon naast. Oh. Iedereen zit gewoon hier bij ons. Ja. Maar bovenop, we worden gesandwiched. Ze bouwen gewoon brakken bij... Boei, mijn kasteel gaat eraan. Wat doe je? Stable! Huh? Wat doe je? Ik had hem op slot gaan. Wie doet er dan weer nee, open? Nee, Stable!